Yo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. En dit is de eerste aflevering voor een nieuwe soort van serie of kleine soort van dingen die ik om de paar weken wil gaan doen. Ik ga reageren op setups van kijkers. Dit idee heb ik inderdaad ook van Morok. Dikke shout-out naar Morok, komt even op beeld hier zo. En Morok, dat is een best wel groot YouTuber. Hij doet allemaal dingen voor kijkers met setups verbeteren en allemaal zo'n soort dingetjes. Ik heb het idee zo van ook een beetje van hem. Niemand in de Fortnite community doet dit nog, dus ik dacht, waarom ga ik dat in een keer doen? Even kijken naar hoe onze Fortnite community eruit ziet in de setups. Want ja, de meeste spelers zien we hoe ze spelen, maar je ziet nog hoe de setup eruit ziet. Dus laten we beginnen. We hebben hier Mineo. Mineo heeft ingezonden. En dit is zijn setup. Laat me hem even openen, origineel. Dit is zijn setup. Zoals je ziet, hij heeft gewoon, ik weet niet wat dit is. Lijkt wel een soort van houdertje of zo. Gewoon een soort van houder. Ik weet niet precies hoe ik het moet zien. Gewoon een mooi naklampje, denk ik. Even kijken hier, weet ik veel wat dit is. Een kom. Gewoon een mooi toetsenbord. Ik weet niet welke dat is. Is dat een Apex? Nee, dat is geen Apex Pro. Geen idee. Mooie Logitech muis. Gewoon een kleine muis. Want je hebt een echt kleine muis, maar trouwens. PlayStation 4 hier zo. Boek. Meneer leest. Goed bezig, meneer. Lezen. Doe je kinderen bijna nooit meer. Oké, matig setup. Ik denk een paar honderd euro waard sowieso. Ziet er verder gewoon goed uit. Kan natuurlijk veel cleaner, maar ja, je weet ook, mijn setup is ook niet het beste. Dus sowieso geen haat daar naartoe. Even kijken naar de volgende. Is van Seemon 144 FPS. En Seemon's setup is best wel standaard, lijkt het wel. Je hebt, even kijken, gewoon een normaal bureau. Lijkt scheef. Je kamer lijkt een beetje scheef. Of je hebt hem gewoon schuin gefotografeerd. Je keek mijn stream, sowieso echt zo naar dat. Ik zie de PC. Kabels zijn niet helemaal weggewerkt. Dat is iets minder clean. Verder gewoon heel mooi bureau onderhouden, lijkt het wel. Gewoon niet heel veel op je bureau. Sowieso gewoon, ja, ik vind dit altijd lelijk. Je hebt dat echt zo, soort van scheef liggen van jouw muismat. Zo van ligt een stukje van het hout af van het randje. Ik kan dat niet, maar jij blijkbaar wel. Ja, gewoon een mooie muis. Gewoon zo'n, wat is dat ook weer? Dat is een, hoe heet die muis? Ik ben helemaal de weg kwijt. Oh, dat kun je zo winnen eerst. Ik ben helemaal kwijt. Maakt niet uit. Gewoon een goede setup. Rechts. Maar kijk je dan elke keer naar rechts? Tot van zit jij zo te kijken naar Fortnite? Want zo lijkt het. Misschien dat je een beeldscherm in het midden moet zitten en eentje iets meer naar links. Want nu lijkt het wel alsof jij zo moet gamen. Zo. Ik weet niet als dat de bedoeling is. Maar verder ziet er clean uit. Alleen de kabels nog wegwerken en heb je een hele mooie setup, man. Dan krijgen we Yuzion Razer Black Widow Elite. Razer Mamba Elite. Dikke groene muismat. Cam, monitor, PC. Weet ik niet meer wat er precies in zit. Oké, ik ga niet voor je liegen. Het thema is kapot hard. Ik vind het echt ziek, dit thema. Je hebt een mooi Razer thema. Alles in het groen. De kabels zijn niet echt weggewerkt. Je ziet overal wat kabeltjes losliggen. Verder heb je met de muis... met je... Hoe heet dat? Microfoonstand. Ja, mijn is afgebroken, zoals jullie zien. Ik heb mijn microfoon hier gewoon op het bureau liggen momenteel. Niet echt clean of zo, maar... Het ziet er mooi uit. Staat ook mooi gewoon in beeld. Mooie monitor. AOC monitor. Gewoon een goede muismat, heel mooi, die ledlampjes in je computer ziet er ziek uit. Controller, dus nu speel je ook controller games. Netjes man, goede setup hier, Zeon. Dan gaan we naar Nook. Nook's setup is kinda clean, zoals ik nu zie. Gewoon simpele soort van, wat is het? Een simpele, ja, bureaustoel gewoon. Gewoon normaal bureau. Kabels lijken wel goed weggewerkt, ik zie ze niet echt behalve hier zo. Verder, ja, mooi dat je, ja, ik vind het altijd wel clean als iemand zijn... computer op de ding heeft staan. Op de, hoe zeg je het nou, op de tafel. Wow, ik heb al 4 video's opgenomen vandaag, jongens. Ik ben een beetje de kluts kwijt. Maar ik vind het echt mooi. Alleen kom je niet met je muis de hele tijd zo tegen jouw computer aan. Als je zo gaat, bijvoorbeeld gaat aimen, je gaat naar links heen. Helemaal. Kom je dat niet tegen. Verder, ja, je monitor gewoon mooi zo. Deze mooi kan natuurlijk wel iets cleaner op het, dat het langs elkaar zit. Ja, gewoon lekker blikje Lipton daar zo. Gewoon microfoon erop. Keyboard ligt half van je toetsen. Of je toetsenbord ligt half van je tafel af. Ik weet niet of dat ook jouw bedoeling is of je bureau. Maar het ziet er mooi uit, man. Goede setup, ga ze door, man. Misschien dat je ooit weet, toch echt zo'n zieke setup kan maken wat je wil. Hij zegt hier ook Mike Blue Yeti. Blue Yeti mics zijn sowieso goed. Keyboard Apex Pro TKL, precies hetzelfde als mij. Muis is Razer Viper Ultimate. Main monitor 240 Hz Alienware. Ik heb precies dezelfde, bro. Tweede scherm MSI. Ik heb ook inderdaad een... Nee, ik heb Acer en een Predator. Extra fine muismat. Headset Logitech G933. En dan gewoon de specs van zijn computer. Ziet er goed uit, man. Dan krijgen we Mark-Jan met een hele simpele setup. Een keyboard, een muis, een toetsenbord en een monitor. Dat is het. Je ziet geen kabel, niks. Ziet er mooi uit, man. Ah, hier krijgen we een moderator van mijn YouTube-kanaal. Dit is Bappie. Bappie is een moderator op mijn kanaal. Hij heeft een fucking zieke setup. Alles in het blauw.
Die monitoren die ze elkaar overlappen, super mooi. Het is gewoon een dubbele soort van achtergrond. Mooie computer hier ook. Inderdaad ook dezelfde vraag. Komt jouw muis niet tegen jouw computer aan? Verder ziet er echt clean uit. De kabels bijna helemaal weggewerkt. Mooie, koptelefoonstand. Je hebt gewoon daar, ja, de controle ligt er gewoon mooi achter. Ja, het ziet er goed uit, man, Bappie. Je hebt echt een hele mooie setup, ook met die LED-lampen zo om jouw kamer heen. Ziet er ziek uit, man. Mooi in het blauwe, goed thema. Dan gaan we naar Livy. Livy is een vriend van mij die ook met tv-streams doet en allemaal zo'n ding, of met vrienden kloot. Gewoon een simpele setup langs zijn bed. Gewoon een bureaustoel, simpel zijn computer op de tafel. De kabels niet helemaal weggewerkt. Gewoon muismatjes, een portemonnee die we binnenkort gaan beroven. Want we hebben geld nodig. Nee, grapje. Twee monitors. Gewoon simpel, gewoon clean. Ziet er goed uit, man, liefje. Ga zo door, man. Misschien dat je nog voor jouw koptelefoon een kleine stand kan kopen. Zoals die andere jongen net had. Zou je misschien kunnen doen. Verder gewoon een mooie setup, man. Ziet er gewoon lekker goed uit. Gewoon naturel. Lander, YouTube. Ai, hier krijgen we Lander. Even kijken. Ik vind hem matig, Lander. Te veel kabels. Jouw bureau lijkt wel een beetje kapot. Als ik het zo bekijk. Verder. Ik durf te wedden dat jij jouw voeten 100.000 keer hebt gestoten aan dat kleine ding dat rechts daar in het midden zit. Deze hier zo. 100.000% dat jij 10.000 keer daar tegenaan bent gestoten. Laat me even een beetje inzoomen. Sowieso. Kabels bijna helemaal weggewerkt. Lego Sphinx of zo op de tafel. Mooi toetsenbord. PlayStation. Ja, je beeldschermen staan wel een beetje ver uit elkaar. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar het ziet er redelijk goed uit. Ja, matig zal ik het zomaar zeggen dan. Ja, headset ligt er gewoon maar wat bij. Zou je ook een stand voor kunnen kopen? Of een klein, je kan ook gewoon met bijvoorbeeld iets van metaal aan je zijkant van je bureau een klein boogje maken. Zet je hem daarop, is ook gewoon mooi. Twee muizen, ik weet niet waarom, maar blijkbaar heb je twee muizen. Ja, verder gewoon, ziet er redelijk gewoon uit. Gewoon een simpele setup voor iemand met een PlayStation. Gewoon netjes, man. Kijken naar de volgende. Even kijken. Dan gaan we naar Keeskoes. Of Couscous, sorry. Niet letten op kabels, wordt nog gefixt. Oké, dat is zijn warning alvast. Laten we erop klikken. Open. En een beetje inzoomen. Even kijken. Deze man heeft zijn PC mooi recht staan. Twee beeldschermen mooi clean tegen elkaar. Kijk, daar hou ik van. Gewoon zo clean, netjes. Kabels inderdaad zijn niet weggewerkt. Verder gewoon een mooie microfoonstand met dingen erbij. Jouw headset microfoon ligt daar wel nog. Zou je misschien kunnen wegdoen. Verder ziet het er gewoon goed uit. Ja, jij kan ook misschien voor jouw headset een stand kopen. Misschien zoiets. Verder gewoon echt clean, man. Ziet er goed uit. Je hebt ook iets neergelegd zodat jouw monitor precies dezelfde hoogte pakken. Hele mooie PC. Hey, ik zeg je eerlijk, gewoon een mooie setup, man. Ga zo door. Het ziet er gewoon goed uit. Netjes. Mag je zeker blij mee zijn. Dan hebben we Imi. En Imi's setup is heel erg standaard, zoals ik kan zien. Eén PC, één PC gewoon met één monitor, een controller, een toetsenbord of zijn headset wat midden op tafel ligt. Dit hier zo. Dan heb je zijn toetsenbord hier, microfoon of headset. Zijn muis, G-Pro Wireless, heb ik ook precies dezelfde van, netjes maatje. Ziet er gewoon goed uit, goede Fortnite setup. Het kan natuurlijk altijd beter, maar gewoon voor iemand als je weinig geld hebt of zo, ziet dit er gewoon goed uit. Je zou het nog altijd mooi kunnen maken, misschien wat lampjes achter jouw bureau kunnen plakken. Het ziet er ook altijd ziek uit van je eigen kamer. Verder mooi gedaan, man. Dan gaan we naar Stef. En Stef's setup is met een JBL box langs. Ik weet niet waarom, maar misschien hou je van muziek luisteren. Even kijken, je hebt je toetsenbord een beetje op jouw muismat. Je hebt je computer, echt een hele mooie computer, mag ik het zelf zeggen. Echt ziek. Staat mooi op tafel. Je hebt daar ledlampjes zitten hier, zo'n paneeltje voor je ledlampjes. Je hebt een mooie toetsenbord. Gewoon een mooie AOC beeldscherm. Gewoon een game chair. Boxje erbij. Ziet er netjes uit, man. Gewoon redelijk voor iemand als je gewoon op je kamer zit waarschijnlijk. Ziet er gewoon goed uit. Sowieso kan je veel goede uren doorbrengen, man. Even kijken. Dan gaan we naar Testix. En boys, deze man, hè. Ik heb al een beetje stiekem gekeken. Deze man, dames en heren, zijn setup is 10.000 euro plus waard. Deze setup is insane. Let op, dames en heren. Zijn main PC is een Ryzen 9 3900X RTX 2060 Super. 64 GB RAM. 3600 MHz. Dan heeft hij nog een stream PC met een Ryzen 7 2700 GTX 1050 Ti. Een monitor Asus TUF 280 Hz 70 inch. 2 keer AOC C2 en 1 keer Acer monitor. Speaker headset KRK Rocket 5 G3 SteelSeries Arctic Pro headset. En een extra SteelSeries Rival 600 muis. Dit is nog een oude foto. Stream Deck. Panasonic Lumix G7. Go XRL Full Size SteelSeries Apex Pro. En Rode Procaster.
Boys, deze setup heeft hem bijna 10.000 euro gekost. Er is ook een video van op YouTube, die, weet je, dan zie je hoe hij dat helemaal laat zien. Dat laat ik wel even linken van in de beschrijving. Boys, deze setup is toch gewoon een droom setup. Hier zou je van willen dromen, dames en heren. Fucking mooi die speakers zo op een verhoging. Mooi die monitoren zo afgewerkt met een monitorarm, als ik goed zeg. Hier een heel mooi voor je geluid een panel. Heb je hier nog een extra stream deck. Ik weet niet precies wat dit is, maar dat zou ook wel iets speciaals zijn. Hier nog een box, super mooi afgewerkt. Hier gewoon lekker een beker voor je GeForce of wat dan ook. Mooi naklampje hier zo. Hele mooie PC staat hier zo. Heb je ook mooi drie plantjes staan. Alles een beetje hetzelfde thema, super ziek. Mooie Apex Pro natuurlijk, ook een beetje op dezelfde stijl met de kleuren blauw een beetje en dan een beetje roze erin terugverwerkt. Bro, deze setup is insane. Dames en heren, mag ik in de comments weten, wat zou jij als eerste spelen als jij zo'n setup hebt naast Fortnite? Welk spel zou jou kapot maken? Laat het weten in de beschrijving. Sowieso dikke shout-out naar Testix voor deze setup insturen, want insane bro. Dan hebben we nog een paar die ik kan checken. Dan gaan we even kijken. Dan gaan we naar Huppy. En Huppy heeft gewoon een mooie setup. Hij speelt Minecraft. Lekker man. SNL. Gewoon een lekker OG spel. Beetje simpel. Volgens mij heb je zo'n karretje. Of zo'n soort van bureaukarretje. Mooie toetsenbord erop. Headset erop. Muis. Kabels natuurlijk niet weggewerkt. Maar ja. Hier mooi mijn stream daarnaast open. Staat allemaal een beetje ver uit elkaar. Maar je doet je ding. Je doet je best. En het ziet er gewoon redelijk uit voor als je natuurlijk niet heel veel kan daarmee. Dus sowieso, blijf sparen, bro. En wie weet, maak ook je droom setup. Maar dit is gewoon een mooi begin, man. En zo nou. Dan hebben we Rijn. Met een standaard setupje, een LG en een... Is dat Predator? Ik durf niet te zeggen. Monitor. Gewoon een mooi keyboard hier zo. Mooi muismatje, Logitech. En dan gewoon... Razer. En dan gewoon, ja, gewoon lekker clean, afgewerkt. Ja, bureau lijkt wel een beetje verouderd. Misschien zou je dat kunnen vernieuwen. Verder gewoon, ja, ik zie bijna geen kabels. Mooi afgewerkt verder. Ja, gewoon clean. Zo kan het ook. Misschien lampjes toevoegen om het mooier te maken, maar je weet nooit hoe je zit met budget en wat dan ook. Dan hebben we Stan. Die stuurt een setup, één monitor, lampjes en dan één zo'n verhoogde soort van schuine monitor, waardoor je je chat kan lezen, donaties en zo. Heel mooi. Ik zie hier een muis een beetje. Ik zie hier iets liggen en je toetsenbord. Gewoon clean. De volgende keer een betere foto, kan ik meer mee. Dan hebben we even kijken, Basky. Basky stuurt een set. Ja, dat is niet heel clean de kwaliteit, maar kan ik niks aan doen. Even kijken, potje kauwgum. Blijkbaar eet je veel kauwgum waarschijnlijk. Mooie, ja, dit is ook wel weer mooi. Zo'n sideways monitor. Misschien ook ooit een idee voor mijn kanaal. Dan heb je hier een mooi toetsenbord. Of ik bedoel, nog een mooi monitor. Je PC op tafel, muis hier zo. Hier toetsenbord, gamestoel, een paar lampjes. Ja, het ziet er gewoon mooi uit, man. Gewoon clean. Gewoon lekker, man. Ga zo door. Nou, hier krijgen we de beste setup ooit van Ilias. En Ilias komt met een hele mooie setup, dames en heren. Gewoon een MSI beeldscherm die schuin staat op een tafeltje met een PlayStation 4 en wat LED-lampjes. Heerlijk, man, maatje. Ga zo door. Super setup, bro. Even kijken, wat hebben we hier? Nog best, mate. Kijk wat hij is achtergrond doet, Gianni. Mooie PC, maatje. Mooie facecam ook daarin. Heerlijk, Samuel. Lekker standaard. Nou, hier heb je de setup van Testix zonder dat het licht geeft. Kapot hard. Mooie camera hier ook. Hier nog een camera, zelfs weggewerkt. Insane, die zag ik net niet eens. Sick man. Ja, willen jullie dus dat ik nog meer setups ga reageren? Laat het dan weten. Dit was de eerste aflevering. Zet hier al jullie setups in. En wie weet komt er ooit nog een aflevering 2. Sowieso mooie setups. Ga zo door, dames en heren. En dankjewel voor de support op deze video. Zeg ik, laters.